Mijn naam is Aline de Vogel. Ik ben 23 jaar oud. Op mijn 17e ben ik bij Bart en Rebecca komen wonen. Daar heb ik 4 jaar gewoond. En ik kom nog steeds nu, 3 keer in de week ongeveer thuis. Voor mij is het echt mijn thuis en zijn het echt mijn plaatsvervangende ouders. En ze hebben heel veel voor mij betekend. Ik zou hier voor 1 jaar, 1,5 jaar gaan wonen. En ineens ging ik me hechten. En wat nu? En toen hebben Bart en Rebecca we echt aan me uitgelegd van ja, maar we willen echt van je houden zoals alsof je onze eigen dochter bent. En niet dat jij na 1,5 jaar en het zou nog niet gaan dat je dan ineens weg moet en dat we niet meer naar je omkijken. Want zo is het niet. Het dubbele was, het was heel mooi en goed. Je merkte dat het klikt al heel snel. Dat zij zich, gaf ze zelf ook aan eigenlijk heel snel van ik voel me hier op mijn gemak. Ik voel mezelf hechten aan jullie. En het was ook weer wel spannend, want er kwam ook van alles naar boven. Doordat Aline zich op haar gemak voelde, durfde ze dingen te delen. En kwam er ook gewoon heel veel op tafel, wat voor haar, bij haar hoorde als haar problemen. Waar wat mee moest gebeuren. Ik zou natuurlijk in principe op mezelf moeten gaan wonen. En de belangrijkste reden waarvan ik wist dat dat toen niet kon, dat ik dat zelf wist, was dat ik een eetstoornis had. En dat had ik verder niet verteld. Dat is ook een van de eerste dingen die ik toen aan hun heb opgebiecht toen ik hier kwam wonen. Van ja, ik heb een eetstoornis. En toen hebben we wel besloten met z'n allen van nou, we gaan hier hulp voor zoeken. En zo ben ik in de kliniek gekomen. En de kliniek heeft echt geholpen. Maar uiteindelijk het gezin thuis hier heeft meer gedaan dan de kliniek. Omdat ik zag dat Hanna bijvoorbeeld of Job, dat ze vroegen van hey, Aline eet minder dan ik. Waarom? Of dat ze dat vroegen aan papa en mama. En dat ik dacht, hey, dat is niet normaal. En dat wilde ik niet. Want ik wilde wel een goed voorbeeld, een gezond voorbeeld voor hen zijn. Dat was ik op dat moment niet. En dat is wel een van de grootste drijfsferen voor mij geweest. Dat ik dacht, ik wil gezond worden. Ik wil een sterk persoon zijn. En tuurlijk, ik heb ook mijn gebreken. Maar ik wil wel iemand zijn waar ze ook echt tegenop kunnen kijken. Ik ben nu wel blij dat ik erop terug kan kijken. Dat het was een hele zware periode. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. Wij hadden al 2 eigen kinderen, Hanna en Job. Die waren toen 8 en 6. Aline kennen we al een tijdje. Die kwam af en toe een weekend bij ons of kwam ons mee eten. Nou, Hanna en Job kenden haar ook goed. En met Aline hadden we ook gewoon een hele goede klik. En dachten we ook, die zal, denken we ook wel, bij ons passen. Toen hebben we uiteindelijk besloten om tegen Aline te zeggen van joh, als jij dat wil, want is ook niet meer een klein kind. Dan mag je ook een tijdje bij ons komen wonen. Die zei gelijk ja. Dus toen zaten we er dan vast. Ja, joh. De eerste vakantie. Ja, dat was de eerste vakantie. Met jou erbij dan. Wie er naast Aline mocht komen zitten bijvoorbeeld. Oh ja. Zo, ja. Dat was. Dan moest papa of mama tussen komen. Want dat, Nee, ik. En dat vond ik stiekem, genoot ik daar heel erg van. Want dat maakte juist voor mij van dat ik me heel erg thuis voelde. Dat ik dacht, oh, ze vinden me echt. Ze mogen me echt. Het is niet dat er iets achter zit. Ze vinden me gewoon echt heel leuk. En dat was echt, ja, dat was ontzettend gaaf om te ontdekken. Ja. Het was voor mij een hele ontdekking dat je dus van een kind wat gewoon binnen in het gezin komt, dat je daarvan heel veel van gaat houden. Dat wist ik niet. Maar dat heb je zelf al als je in verwachting raakt van nog een kindje. Dat je denkt, hoe bestaat het? Kan ik daar evenveel van houden als van het kindje wat ik al heb? Dat kan ook. En dat kan dus ook van nog een kind wat in je gezin komt. Ik denk dat het bijzonderste is dat je echt iets wezenlijks kan betekenen voor mensen. Dus dat je kinderen heel veel liefde mee kan geven. Waardoor ze weer nieuwe hoop hebben en ook moed hebben om gewoon problemen aan te pakken. Of weer echt een toekomst voor zich te zien. Ik denk dat ik dat het meest bijzondere vind. Ik ben nu 23 jaar oud. Ik werk bij Xtanoa. Dat is een vrijwillige organisatie die mensen helpt met een psychische kwetsbaarheid. En daar begeleid ik mensen vanuit ervaringsdeskundigheid. Dus juist wat ik vroeger heb meegemaakt, mag ik nu als iets moois zien. Ik kan het nu meegeven aan mensen, advies geven, maar ook ze laten zien dat het ook echt goed kan komen. En dat vind ik wel heel mooi van het werk wat ik doe.